hartstikke mooi, man. Yo kijkers, tof jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan wij een Q&A doen, want dat vonden wij wel weer eens even een keertje tijd. Wij hebben aan jullie gevraagd, aan vragen. En jullie hebben geantwoord, dus laten we dan maar beginnen met de eerste vraag. De eerste vraag is van Sam. Lievelingsnummer. Wat is jouw lievelingsnummer? Mijn lievelingsnummer is, ik denk wel de nieuwe mix van Zeg Dat Niet, WAP. Weet je, ik vind dat ook. Ronnie Flex, WAP en dan... Bel me op, die vind ik super gaaf. Echt, WAP is gewoon echt super tof. Ik zet het linkje wel even in de beschrijving van het album. De volgende vraag, vraag 2, is voor jou. Wat is jullie leukste film? Ik denk 300 met Sparta. Nou, ik heb een film met Jord gekeken. En die was echt super grappig. De White Chicks. Oh ja, White Chicks. Dat die is super leuk. Echt waar, joh. Nou, de zet is zeg maar. Er zijn twee rijke meisjes en die gaan naar een feest, maar onderweg crashen ze, of nou, twee donkere mannen van de CSI of zo, die gaan ze dan ophalen en dan crashen ze en dan hebben die meisjes allemaal wonden zo in hun gezicht, dus op hun neus en zo. En dan vinden ze het heel erg en blijven ze in hun hotelkamer en dan gaan die mannen als die vrouwen verkleed naar het feest. Als blanke vrouwen en ze zijn donker. Heel grappig, er gebeuren allerlei dingen. Geniaal. White Chicks. Jullie hebben allemaal Netflix, dus kijken. Wat vind je het leukste op school? Pauze. Ik weet het niet. Nou, ik denk gewoon dat je de hele tijd tussen de lessen, zeg maar, want wij zitten op de middelbare school, dat je tussen de lessen gewoon steeds naar het andere lokaal mag lopen. Dat is ook wel leuk. Wat doe jij graag in je vrije tijd? YouTube. Ja, ik weet je, huiswerk maken. Why the fuck you lying? Gewoon, doe een koprol. My god. Ga je mee filmen? Ik ben zo bang, ik ga zo rollen en dan ga ik naar het bed, wedden. Hartstikke mooi, man. Hartstikke mooi, man. Dat is de kop voor. Hoe vaak heb je verkering gehad? Eén. Ik had deze vraag voor de Q&A al gelezen. En toen vroeg ik aan Jord, hoe vaak heb jij verkering gehad? Ja, dat ga ik niet vertellen, dat vertel ik in de video. Ik denk... 3. Ja. Hartstikke mooi, man. Zo. Ik ga ze allemaal van foto laten zien. Dat is allemaal schamend. Nee, dit is schamend. Dit is schamend. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Jawel. Oké, en waarom ben je begonnen met YouTube? Hebben we al een keer verteld, maar... Nou, ben je nou nieuw? Waarom zijn we begonnen met YouTube? Oh, dan bijvoorbeeld... Oké. Okay. Gewoon omdat we het leuk vinden, ja. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Maar omdat het kan. We gaan door naar de volgende vraag. En dat is, één vraag aan Jord en één vraag aan Jord mij. Hoeveel tabs heb je, Jord? En hoeveel skateboards / longboards of weet ik veel heb jij in zin? Zoals jullie weten, hou ik heel erg van skateboarden en van longboarden. Hebben jullie vast wel gezien in vlog 1 ging ik skateboarden met jullie. Hebben jullie het niet gezien, linkje even in de beschrijving. Zal ik even kijken. Daar gaan we eventjes voor naar beneden. Ik loop nu eventjes naar beneden en dan ga ik jullie het laten zien. Dus ik zie jullie beneden. Ik ben nu beneden en omdat ik heel vaak skateboard, dan ga ik hier naar buiten en dan hier staat mijn rek. Ik vind het wel. Kijk even. Dit is mijn mooie rek. Het is ook een kapsel geworden inmiddels, maar dat maakt niet uit. Hier als eerste hebben we een heel groot longboard. Laat die even zien. Nou, als hier hebben we een heel groot longboard. Een skateboard, nog een skateboard, nog een longboard, nog een longboard, nog een longboard en nog een longboard. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hartstikke mooi, man. Hopelijk is dat de antwoord op jullie vraag. 7 longboard / skateboard. Nou, wij zijn weer boven. Waar is mijn telefoon?
De vraag van George was, hoeveel caps heb jij? George, hoeveel caps heb jij? Dat weet ik eigenlijk ook nou, niet. Ik heb een deuspet. Hartstikke mooi, man. Ja. Ik heb een New York Yankees pet. Dat zijn dus twee. Ik heb een Chicago pet. Ik heb nog een New York Yankees pet. Ik heb nog een Volcom pet. Dat is een 5. Ik heb nog... Ja, dat is gewoon een fake pet. Ik heb nog een 10. Zie je? En ik ben 5. 8. 8 petten? Dames en heren, ik wil jullie allemaal nog bedanken voor het kijken in deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet een like achter te laten en niet te abonneren hier beneden. En niet een leuke reactie achter te laten. Laat het weten in de reactie. En dan zie je jullie volgende keer. Yo!